In deze les praten we over het onderwerp. Je weet al dat het onderwerp de persoon, het dier of het ding is dat de handeling van het werkwoord uitvoert. In deze les leer je hoe je het onderwerp vindt, waar het onderwerp staat in de zin en je leert de personen enkelvoud en meervoud. Tot slot leer je hoe je zelf kunt controleren of het onderwerp op de goede plaats staat. Een zinsdeel dat bijna altijd in de zin staat, is het onderwerp. Het onderwerp van de zin is de persoon, het dier, de plant of het ding dat iets doet. Je vindt het onderwerp door te vragen: wie of wat doet het? Je kunt ook zeggen: wie of wat plus persoonsvorm. De kok snijdt de groenten. Wie doet het? Wie snijdt? De kok. Zij lopen in de regen. Wie doet het? Wie lopen? Zij. In de hoek zit een bang muisje. Wat doet het? Wat zit? Een bang muisje. De kast staat tegen de muur. Wat doet het? Wat staat? De kast. Het onderwerp mag niet ontbreken in de zin. Een onderwerp kan enkelvoud of meervoud zijn. Het kan in de eerste persoon staan en dan is het onderwerp ik. Omdat ik slechts één persoon is, zeg je eerste persoon enkelvoud. Een onderwerp kan ook in de tweede persoon staan en dan is het onderwerp jij, je of u. Ook dit is telkens één persoon en daarom zeg je tweede persoon enkelvoud. Een onderwerp kan ook in de derde persoon staan. Dan is het onderwerp hij, zij, het. Maar het kan ook een woord zijn. Bijvoorbeeld de man, de vrouw, het kind, de hond, de kast, het geld. Het is echter nog steeds één persoon, één dier of één ding. Dus we spreken van de derde persoon enkelvoud. Er zijn ook drie personen meervoud. Je hebt wij en we, en dat is de eerste persoon meervoud. Want als je wij zegt, dan ben je er zelf ook bij. Mijn broer en ik, dat is samen wij. Dan komt jullie, u, dat is de tweede persoon meervoud. Want in jullie of u zit minstens één persoon tegen wie je jij of u zegt. En tenslotte heb je zij, de derde persoon meervoud. Maar net als bij het enkelvoud kan de derde persoon meervoud ook weer uit woorden bestaan. De mannen, de vrouwen, de kinderen, de honden, de kasten, de geldbedragen. In een overzicht ziet het er zo uit. Het onderwerp is in de gewone zin altijd het eerste of het derde zinsdeel en staat altijd naast de persoonsvorm. Het onderwerp kan dus voor of na de persoonsvorm staan. Zij gaat morgen naar Utrecht. Zij, het onderwerp, staat voor de persoonsvorm. Morgen gaat zij naar Utrecht. Zij, het onderwerp, staat na de persoonsvorm. Als het onderwerp na de persoonsvorm komt, dan spreek je van inversie. Het onderwerp kan uit één woord bestaan of uit meer woorden. Jullie komen te laat op je werk. Wie komen te laat? Jullie. Dat is één woord. De katten slapen in de zon. Wie slapen? De katten. Dat zijn twee woorden. Het oude huis moet een nieuw dak hebben. Wat moet een nieuw dak hebben? Het oude huis. Dat zijn drie woorden. De man
van mijn zus heeft een nieuwe baan. Wie heeft een nieuwe baan? De man van mijn zus. Dat zijn zelfs 5 woorden. Je kunt controleren of het onderwerp in je zin op de goede plaats staat met het controle-instrument onderwerp in de gewone zin. Is het onderwerp het eerste of derde zinsdeel? Staat het onderwerp vlak voor of vlak na de persoonsvorm? Op deze dia staan nogmaals de vragen van het controle-instrument. Is het onderwerp het eerste of derde zinsdeel? Staat het onderwerp vlak voor of vlak na de persoonsvorm? Het antwoord op beide vragen moet ja zijn. Laten we kijken hoe je dat toepast. Mijn vrouw is volgende week jarig. Wie is jarig? Mijn vrouw is het onderwerp. Is het onderwerp het eerste of derde zinsdeel? Mijn vrouw is het eerste zinsdeel, dus dat is goed. Staat het onderwerp vlak voor of vlak na de persoonsvorm? Het onderwerp staat vlak voor de persoonsvorm, dus dat is ook goed. Deze zin is dus correct. Volgende week, mijn vrouw is jarig. Is het onderwerp het eerste of derde zinsdeel? Het onderwerp is mijn vrouw en dat is nu het tweede zinsdeel. Deze zin is dus niet correct, want het antwoord op beide vragen moet ja zijn. Mijn vrouw volgende week is jarig. Mijn vrouw is het onderwerp en mijn vrouw is het eerste zinsdeel, dus dat is goed. Maar mijn vrouw staat niet vlak voor of vlak na de persoonsvorm. Dus deze zin is niet correct, want het antwoord op beide vragen moet ja zijn. Volgende week is mijn vrouw jarig. Mijn vrouw is het onderwerp en mijn vrouw is hier het derde zinsdeel, dus dat is correct. Dan is de volgende vraag, staat het onderwerp vlak voor of vlak na de persoonsvorm? Het onderwerp, mijn vrouw, staat vlak na de persoonsvorm. Dus deze zin is correct, want het antwoord op beide vragen is ja. Je weet nu het belangrijkste over het onderwerp.